Betrekkelijke voornaamwoorden. Betrekkelijke voornaamwoorden staan achter het zelfstandig naamwoord waarnaar ze verwijzen. Ze zorgen voor een extra persoonsvorm. Kun je mij het boek dat op tafel ligt aangeven? Dat verwijst naar het boek. Ligt is de extra persoonsvorm. De jongen die de hele tijd langs de kant heeft gestaan, doet mee. Die verwijst naar de jongen, heeft is de extra persoonsvorm. De woorden die en dat kunnen alleen betrekkelijke voornaamwoorden zijn als ze achter het zelfstandig naamwoord staan. In de zin, de serie die ik gezien heb is afgelopen, is die een betrekkelijk voornaamwoord. Als die of dat voor een zelfstandig naamwoord staan, zijn het aanwijzende voornaamwoorden. In de zin, dat meisje heeft die kleuter overeind geholpen, zijn dat en die aanwijzende voornaamwoorden. Benoem de betrekkelijke voornaamwoorden. In de zin, het kind dat zo zit te zeuren irriteert mij mateloos, is het betrekkelijk voornaamwoord dat. In de zin, de wedstrijd die uit de hand liep en de reactie van het elftal dat de wedstrijd verloor, zal ik niet snel vergeten, zijn de betrekkelijke voornaamwoorden die en dat.